De Held Zorro is een nieuwe prijstopper uit de collectie van Held. Onder de 200 euro en eigenlijk zit er alles op wat je verwacht van een motorjas die je het hele motorseizoen zou kunnen dragen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en dit is de review van de Held Zorro, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Held Zorro is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een tourmotor. Sportieve tourmotor of een naked bike, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Zeker in deze kleur is die redelijk neutraal. Gemaakt van een slijtvast polyester, dus dat hele materiaal, de hele jas is helemaal slijtvast. En hij is gemaakt voor gebruik in de zomer, voorseizoen en in het naseizoen. Dus eigenlijk zoals wij dat zeggen, mid-season. Er zit wel een wintervoering in, een thermovoering, maar die is wat aan de dunne kant. Dus zou je hem ook in de winter willen dragen, hou er dan even rekening mee dat je er ook iets van een vestje onderaan zou moeten kunnen. Naast dat deze jas is gemaakt van slijtvast polyester, is die ook voorzien van CE-gekeurde protectoren op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn Sastek protectoren die wat aan de dunnere kant zijn. Je voelt en ziet ze bijna niet zitten. Maar bij impact worden die hard en kunnen die daardoor heel erg veel energie absorberen. Zeker ook in dit prijspunt, hele luxe protectie. Dus qua jas echt heel goed opgebouwd. De rug is voorzien van een compartiment aan de binnenkant die we eventueel kunnen upgraden met een CE level 2 gekeurde back protector insert. Deze is los bij te bestellen als accessoire en past gemakkelijk in deze zak. Als het dan warmer wordt hebben we ook nog de mogelijkheid om deze ventilatieritsjes open te zetten. De thermovoering kan er boven de 15 naar 20 graden gemakkelijk uit. Zet je die ritsjes open, kan je in de zomer ook nog wel door. Weet je dat je het snel warm hebt, zou je ook nog kunnen kijken naar een drielaagjas van Held, waar je eventueel het membraan uit zou kunnen halen. Qua stelmogelijkheden hebben we aan de onderkant een rits, waardoor je gemakkelijk je handschoenen onder de mouwen kan doen. En met het klittenbandje kunnen we de mouwen strak zetten, waardoor je eventueel een handschoen over de mouw heen kan doen. We kunnen hem op de armen nog wat strakker zetten. Zeker als je vol in de wind zit, is het natuurlijk belangrijk dat die jas niet gaat wapperen. En aan de zijkant, rondom de middel, kunnen we hem in de taille nog stellen. En we hebben hier aan de onderkant ook nog een knoop waarmee we hem strak om de broek kunnen zetten. We hebben hem hier gecombineerd met een textiele broek van Held. Je kunt hem natuurlijk combineren met allerlei soorten broeken. De jas is van zichzelf wat langer, dus hij heeft sowieso een goede oversluiting met de broek. We hebben grote pockets aan de zijkant waar we voldoende spullen in mee kunnen nemen. En ook aan de binnenkant zal je zien dat er voldoende zakken zitten. Achter de eerste klittenbandstrook zien we dan een watergoot. Overgrote gedeelte van het water wordt hier tegengehouden en loopt langs deze goot naar beneden. En dan zien we, voordat we nog bij de grote rits komen, hier nog een Napoleon pocket. Dat is een zakje die waterdicht is. Hier kun je dus je waardevolle documenten of eventueel telefoon en portemonnee in kwijt. Staat hier ook aan de binnenkant dat die waterdicht is. Dan zien we de uitneembare thermovoering, zoals ik al zei, wat aan de dunne kant is voor mid-season echt heel erg goed geschikt. Mocht je hem in de winter dragen, dan zou je er ook nog voor kunnen kiezen om eventueel een vestje eronderaan te dragen. Zoals ik in het begin al zei, is deze jas voorzien van een waterdicht en ademend membraan. Dat wil zeggen dat er geen water door de jas heen kan, maar dat je vocht en transpiratie wel door het membraan de jas kan verlaten. Zeker boven de 15 en 20 graden is het natuurlijk belangrijk dat zo'n jas kan ademen, anders krijg je het heel snel veel te warm en te klam in zo'n jas. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt van Held Zorro een maat large. Nou, als Paul het hele jaar door zou rijden, zou deze maat goed zijn, want dan kan hij er ook nog een trui of een vest onderaan. Mocht hij alleen in het hoogseizoen rijden of net beginnen met motorrijden en ja, alleen rijden met mooi weer, zou die eventueel ook nog in een medium passen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en ik bedank u voor het kijken.